Taylor. De Waal wil de bal in de diepte. Het is snel gecombineerd. Giovanni. Nee, want de lat slash paal voorkomt dat. Dat is een stevige ingreep. Henschens geeft voordeel en dat is niet onaardig gedacht. Want de poging van Taylor nog zeer kansrijk. Uiteraard komt er wel een kaart voor die charge. Einde wedstrijd voor Alex Mendes. Maar Mengi. Dat is een stervende zwaan in de ogen van Henschens. Maar Mengi ontbreekt nu centraal achterin. Want hij ligt nog altijd op het gras. En dus is hier Brobbey. En Brobbey is er vandoor. En Brobbey krijgt hem niet langs paas. Maar Hansen krijgt hem in het lege doel. En zo leidt Jong Ajax met 1-0 via Sontje Hansen. Als de centrumverdediger van Jong Utrecht aangeslagen op het gras blijft liggen. Maar als Henschens het niets vindt, is hier ineens Brobbey. En Akmoem voorkomt dit nog. Maar dan is Hansen Haantje de voorste. Regeer staat klaar. Douglas doet het zelf. En dat is een geweldige uithaal. En zo komt Jong Ajax op 2-0. Vrij eenvoudig langs Malahi. En dan streept hij hem in de verre hoek. Het aantal kansen dat Jong Utrecht tot nu toe heeft gecreëerd, dat is zeer gering. Maar ze krijgen er hier eentje en het is dus raak ook. Ja, je hoeft ook niet veel kansen te krijgen om een doelpunt te maken. Regeer, Hansen, De Waal en Brobbey zijn daar. Brobbey en hij maakt er 3-1 van. Wat is die spits toch dodelijk. Heel rustig. Kijken, het hoeft niet hard. En lijkt die Jong Ajax nu wel in veilige haven te schieten. Daar staat Pieters behoorlijk vrij. En het is de tweede van Hilteman. Staan ze bij Jong Ajax een beetje te slapen achterin. En Hilteman is de naam van de speler die daarvan profiteert. Erik ten Hag is voor de file weg. Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Jong Ajax verslaat in een uitermate boeiende wedstrijd Jong Utrecht met 3-2.